Goedemorgen, het is vandaag alweer de volgende dag. Ik zeg op dit moment nu in de video, het is de volgende dag. Maar ik bedoel eigenlijk, welkom bij een nieuwe video. Dus dat bedoel ik eigenlijk, dus dat je dat even begrijpt. En vandaag gaan we naar, wat stadje gaan we eigenlijk? Georgetown. En ik heb er super zin in. En we zitten nu al 3 uur in de auto. En we moeten nog 2 uur, dus echt best wel lang. Oh, 3 uur. Dus we hebben denk ik, hoe lang was het ook weer totaal? 6 uur of 5 uur? Nou, dan hebben we al 2 uur gehad. Oké. Wat ik ga proberen is om, als we in het hotel aankomen, om daar mijn allereerste vlog te gaan uploaden. Want ja, anders komt het allemaal zo laat online en dat wil ik allemaal niet. Ja, we gaan nu nog even verder rijden en ik zal jullie wel even op de hoogte houden. We zijn net even gestopt en we hebben lekker een ijsje genomen. Echt super lekker. Ik heb deze Magnum Almond. En ik was net even naar de wc gaan, maar je moest staan. Dat is echt niet fijn. Maar ja, we gaan nu lekker deze opeten. En we moeten nog ongeveer 2 uur. Dat is best wel lang. Maar ja. Nou, ik ben helemaal vergeten om te vloggen of zo, maar we zijn echt al een tijdje hier in Georgetown. En we hebben nog gezwommen en daarom is mijn haar ook nat, want ik heb even gewassen en ik had geen tijd om het droog te maken. En ik heb trouwens dit aan, ook wel leuk. En we gaan nu kijken voor een leuk plekje om te gaan eten. Dus dat. En ik laat zo meteen nog even de hotelkamer zien wanneer we weer in het hotel zijn. Oké, we hebben wat gevonden, namelijk het Soul Café. En het ziet er echt super leuk uit en daar gaan we eten. Oké, we zitten hier en dit is de kaart. Ik zal hem even laten zien. En ik weet echt al wel een paar dingetjes wat ik echt super lekker vind. Je hebt echt hele lekkere dingetjes. Nou, het ziet er lekker uit in ieder geval. Ik ga even kijken wat ik precies ga nemen en daarna ga ik het jullie laten weten. Oké, ik weet dat ik ga nemen, namelijk deze pasta pesto. En er zitten echt super lekkere dingetjes in. En ik ga de Superman als drinken nemen. En ik ga samen als voorgerechtje met mijn zus iets doen, namelijk de boxing chicken. Daar heb ik ook zin in. Ik heb mijn eten gekregen, echt super lekker. Ik heb natuurlijk ook dat andere besteld met mijn zus samen, maar ze doen jullie niet zoveel aan. Voorgerechten en zo. Ja, ze geven het gewoon wanneer ze er zin in hebben. Ik heb nu ook mijn drinken gekregen en dit is mijn drink. Ik ga het nu ook even proeven. Mijn pasta is ook heel erg lekker. Misschien wel een beetje een rommeltje, maar het is wel lekker. Oké, we hebben nu onze kip gekregen. We hebben het even op een ander bordje neergelegd. En ik hoop dat het lekker is ook. Ik heb hier lekker mijn toetje, ik heb tiramisu besteld en mijn zus heeft hetzelfde. Oké, we hebben net even ergens gegeten en het was echt heel erg lekker. En we gaan nu weer terug. Ik heb net een paar foto's van Kerst gemaakt. En ja, we gaan nu even verder kijken bij winkeltjes. Hallo, tot nu toe. Hallo mevrouw. Waar gaan we heen? Oh. Goedemorgen iedereen, vandaag is het de volgende dag. En vandaag gaan we naar de street art toe. Met een busje en die is er over. Ja, een kwartier. Om 10:30 is die beneden. En we moeten iets van 10 minuten, 5 minuten van tevoren zijn. Dus we gaan zo meteen naar beneden toe. En ik had gisteren eigenlijk helemaal niet meer gevlogd dat we aan de kamer waren. Maar ik dacht, dan ga ik hem nu even laten zien. Oké, het is een hele erge rommel, maar dat maakt even niet uit. Hier slaapt mijn zus, daar slaapt mijn broer, daar slaap ik. Hier hebben we een bureau, tv, spiegel. Hier hebben we de koffers liggen. Hier hebben we nog een stoel staan. En hier de grote spiegel. Hier hebben we een kast. Hier is nog een ander kastje. Dit is dan een koelkast. Hier is de badkamer. Die is wel erg mooi. Ik
even het licht aanzetten. Oké, dit is dan de badkamer. Hier is de douche. En dan moet je met zijn deur openen. Hier het bad, of de wc, daar kan je nog trouwens zitten. En hier is de wastafel. De spiegel. En dat is eigenlijk alweer onze kamer. Ja. We hebben trouwens een bed erbij staan, omdat er dan niet genoeg bedden voor ons drieën zijn. Dus elke keer wisselen we dan om als er zo'n extra bed is. Dus nu slaap ik erop en dan de volgende keer slaap iemand anders erop. Trouwens, dit kettingje is kapot. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is dus er zo af gevallen. Echt, wanneer ik hem om had, was hij er gewoon opeens af. En ja, ik deed niks, maar hij viel er gewoon vanaf. Mijn zus gaat het nog even proberen te maken, maar ik hoop dat het in ieder geval lukt. En ik zal nog even mijn enkelbandje laten zien, want die heb ik nog niet goed laten zien. Dus deze, dus mijn enkelbandje. Van die belletjes aan. Vind ik wel schattig. Ik zal trouwens ook nog even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit rokje aan van de Topshop. Dit shirtje van Ralph Lauren. En gewoon ja, mijn sieraden. Mijn schoenen weer van Vans. En dit hoesje weer van Xuxu. Ik ben nu in een winkeltje en ik heb een heel leuk droomvangertje gekocht. Ik heb namelijk deze gekocht. Echt super schattig. En die ga ik dan in mijn kamer ophangen. En hij was echt maar 7 euro. In RM dan. In Maleisisch geld was hij 35. En in Nederlands geld is dat 7 euro. Dus niet zo heel erg duur. En mijn broer is nu ook nog voor zijn vriendin een leuk cadeautje aan het zoeken. En hij weet nog niet zeker wat hij gaat geven. Maar ze hebben hier echt hele leuke dingetjes. Dit is het winkeltje. Hij is echt heel erg leuk, dit winkeltje. En die droomvangers vind ik echt super leuk. Natuurlijk hele mooie sieraadjes. Ja. Wel allemaal goud.